VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Deze week maken we kennis met nieuweling Patrick Joosten. We kijken vooruit op de thuiswedstrijd tegen Heerenveen, de top 3 van VVV. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, FC Utrecht VVV. Balletjes weer subtiel. Gustafsson, zo! Gustafsson. Gavory gaat het proberen. Gaat het proberen en dat is mooi zeg. Wat een goal van Nicolas Gavory. 1-0 FC Utrecht in de 23e minuut. En dan is hij toch verslagen, Lars Hoenestal. In de 23e minuut een fenomenale pegel van de 23-jarige Fransman Nicolas Gavory. Oeh, hij was net weggelopen, Rutte. Maar die staat dus daar nog. Slordig van FC Utrecht. Rutte, klaarleggen, Susic. Kans voor VVV zeg. Met iets meer scherpte bij de Bosnier staat het hier gewoon 1-1 door een slordigheidje. Kleiber. Hussaïd. De hoek in. Nu de voorzet. Oh, subtiel. Kleiber. Blijft binnen. Nou, wie wil hem? Hij. Kerk. Nee, Oenerstaal weer. Weer Oenerstaal. De man met de meeste reddingen in de Eredivisie. Oh, Poku. Gelijk al na zijn wissel. Ja, jij vindt Seuntjes ook gelijk. Alleen die vindt nog niet de goal. Susic. Ja, als VVV zo begint, dan kan het nog wel wat worden natuurlijk. Oh, Poku bijna hier. Post kan net niet lekker uithalen. Penalty. Overtreding op Seuntjes. Wat een begin van de tweede helft voor VVV, zeg. Tino Susic. 1-1. Wat een begin van de tweede helft. Gavory, twee man bij hem. Toch de voorzet. En hij moet lossen. Chris Koen komt ver. Nou, Opoku en een kans. Hoe kan dit dan toch gebeuren bij Utrecht achterin? Iedereen helemaal verrast. Probeerde Kleiber te bereiken, lukt niet. Van Ooyen ook slordig. Boussaïd. Rechts is Kleiber. Ja, no look. Kleiber. Oh, wat een streep. En wat een redding weer van Oenerstaal. Maak hij nog naar de grond. Niks aan de hand. Dit is Van Ooyen. Is er door. Van Ooyen is er door. Kan op de goal af. Nee, zet Opoku vrij voor die goal. Opoku! Dit was de kans voor VVV om de wedstrijd nog te winnen ook. Een gouden kans op de 2-1. Susic. Vrijheid bij Van Ooyen. Van Ooyen moet terug. Oh, wat een beweging. Opoku, Opoku. Seuntjes in de handen van Jensen. Wat een schitterende aanval nog van VVV. Met name dat balletje van Van Ooyen. Dat VVV nog een laatste keer in scoringspositie brengt. Kijk dit. VVV pakt een punt in de galgenwaard. Tot frustratie van de supporters, de spelers en de staf van FC Utrecht. Die de eerste helft de wedstrijd volledig in handen hadden. Ik vind dat we aan de bal heel matig gespeeld hebben de eerste helft. Ook van achteruit. Verdedigend zit het op zich wel prima. Maar daar ben ik ook niet zo bang voor. Maar ik vind dat we heel slordig aan de bal zijn geweest. En waardoor we eigenlijk geen moment in de eerste helft in de wedstrijd zijn gekomen. In de tweede helft hebben we dat veel beter gedaan. En wordt het uiteindelijk wel een wedstrijd waarin je terecht op 1-1 komt. En dan geef je Utrecht gewoon goed partij. En dan zie je dat we toch ook tot goede dingen in staat zijn. Ja, vooraf teken je denk ik voor 1-1. Maar heb je achteraf dan toch niet het gevoel van, nou, er had misschien wel meer in gezeten met die kansen aan het eind. Ja, met die kans aan het eind wel, maar je moet reëel zijn. Eerste helft was voor Utrecht en houdt Lasje op de been met die bal op zijn voet. Bij 2-0 kan je natuurlijk, wordt wel lastig. En uiteindelijk denk ik dat 1-1 een terechte uitslag was. En natuurlijk in die eindfase kun je hem nog winnen. Maar dat was misschien iets te veel geweest. Spoken ze nog vaak door je hoofd, de kansen tegen FC Utrecht?
Ja, ik heb ze wel vaak teruggekeken, maar helaas hoort dat er ook bij. En ik had het graag anders gewild. Maar de vertrouwde Opoku lijkt weer terug op het veld. En het afmaken, dat komt dan nog? Ja, dan hoop ik wel dat het afmaken nog komt. Maar ja, het voelt lekker om weer op het veld te staan. En sowieso om pijnvrij te zijn. En gewoon weer lekker in de wei lekker rennen. En ja, doen wat ik het beste kan. En dat is gewoon lekker een balletje trappen. Hoe lang heb je dat gevoel niet gehad? Ja, het gebeurde volgens mij op 15 maart. En tot een week voor de competitie zag ik het eigenlijk nog heel somber in. En eigenlijk in die laatste week is het gewoon goed gegaan. En toen voorzichtig op de bank begonnen. En ondertussen toch wel aardig wat minuten gemaakt. En voor mezelf natuurlijk heel lekker. En het is natuurlijk fijn tot ik er gewoon weer kan staan. En kan meehelpen met het team. Maar heb je wel eens getwijfeld in die periode dat het nog goed zou komen? Ja, tuurlijk. Want ik heb vorig jaar volgens mij... Ik startte met een blessure. Na 3 wedstrijden kreeg ik een andere blessure. Na 16 wedstrijden kreeg ik weer een andere blessure. Dus ja, dan denk je opeens wel van wat is dit allemaal. Maar het is veel pech geweest. Of hoe de medische staf het omschreef. En hoop nu zorgen tot ik fit blijf. En het ook een pijnvrij seizoen doorkom. Ja, ik zei het net al, het lijkt of de vertrouwde Opoku weer terug is op het veld. Die kansen die je dan mist, ook tegen Ajax krijg je natuurlijk een goede kans. Ja, komt dat door dat je er toch lange tijd uit geweest bent, denk je, of niet? Ja, misschien wel. Situatie herkennen, weinig afwerken en zo nog gedaan. Dus ik hoop dat de volgende wedstrijd wel die ballen erin gaan. En, klinkt misschien raar, maar voor mezelf was het al lekker tot ik die kansen kreeg. Ja, dat kan met ritme te maken hebben. Hij is natuurlijk heel lang eruit geweest en een paar hele vervelende blessures gehad. Net op het moment dat hij bijna terug was, dan ging het fout. Dus we hebben hem heel voorzichtig teruggebracht. Het belangrijkste was dat hij fit zou worden dit jaar. En of dat nou de eerste of de vijfde wedstrijd zou worden, dat vond ik niet relevant. Nou, en uiteindelijk is hij nu is hij er weer bij. Heeft hij uitstekend ingevallen al 2 keer, vind ik. En is het wachten tot hij zijn weer een doelpunt mee gaat pikken. Maar dat kan inderdaad met ritme te maken hebben. Maar op zich vind ik wel dat hij in zijn voetbalacties wel weer de oude Opoku is. In de zoektocht naar een nieuwe vleugelaanvaller is VVV uitgekomen bij Patrick Joosten. De 22-jarige komt op huurbasis over van FC Utrecht. Zondag zat hij nog voor die ploeg op de bank in de wedstrijd tegen VVV. Ja, het was wel gek natuurlijk dat je al een beetje weet van dat je waarschijnlijk de overstap gaat maken naar VVV. En dan toch nog zeg maar aan de kant van Utrecht zit. Dus dat was wel een gek idee, ja. Nou, dacht je toen ook van, dat is wel een plekje voor mij weggelegd in dit team? Ja, ik bedoel, de jongens die nu spelen, het is niet of zo dat ik het gevoel heb van, als ik hier kom, dat ik gelijk ga spelen of zo. Ik bedoel, tegen Utrecht speelden ze vooral de tweede helft ook gewoon heel goed. En dan zie je ook gewoon van, ik moet hier ook gewoon die concurrentiestrijd echt aangaan. En er zijn gewoon goede spelers ook voorin, dus... Maar ja, de trainer zoekt die snelle buitenspeler, dat ben jij? Ja, ik denk dat ik wel. Ik ben niet de snelste van de snelste of zo. Maar ik denk ik kan zeker snelheid brengen op de flanken. Met de bal, zonder de bal, diepgang. Dus, En dan het liefst van links of van rechts? Maakt mij niet zo heel veel uit. Beide kanten speel ik wel gewoon graag, ja. Hij komt natuurlijk uit de opleiding van NEC. Heeft daar op verschillende posities gespeeld, vaak vanaf de zijkant, maar ook regelmatig in een tweespitsen systeem. Dus ja, bij ons zijn spelers allemaal die op meerdere posities kunnen spelen. Dus hij heeft dat. Hij heeft natuurlijk een hele vervelende, zware blessure gehad. Maar is inmiddels ook alweer een half jaar, drie kwart jaar aan wedstrijden aan het spelen. Dus wij zijn blij met Patrick Joosten, ja. Die zware knieblessure hield Joosten een jaar lang aan de kant. Daarna raakte hij op een zijspoor in de Domstad. Veel spitsen daar.
En ook systemen ja, waar je als buitenspeler zeg maar, wat minder in past. Maar ja, denk gewoon vooral ook heel veel concurrentie, veel goede spelers ook. Dus ja, de situatie daar zag er wel minder uit op speeltijd, zeg maar. Of die speeltijd er in Venlo is, zal nog moeten blijken. Eén ding is wel zeker, Joosten heeft nu al een vaste schare fans in de regio. Ja, mijn familie komt oorspronkelijk uit Amerika, dat dorpje bij Horst in de buurt. Dus ja, eigenlijk voordat ik nu hier ben, ben ik al talloze keren al gewoon hier in de buurt geweest bij familie. Nou, we zien op de achtergrond hier een trotse oom zitten, die kennen de meeste mensen ook wel. Ja, klopt ja. Ja, mijn oom Theo speelt bij Rauwe Hersenen. Ja, is natuurlijk een hele bekende band in Nederland en ook vooral in Limburg. Dus ja, die is wel trots ja. De zoektocht naar een geschikte buitenspeler heeft wel even geduurd, maar Valks heeft er al die tijd vertrouwen in gehad. We hadden vanaf het begin best een aantal prima kandidaten, 5-6 kandidaten. Aantal spelers uit Nederland, aantal spelers uit het buitenland. De voorkeur was toch voor spelers uit Nederland die de competitie kennen, spelers die wij al wat beter en wat langer kennen. En ja, bij sommige spelers duurde dat wat langer, omdat het nog niet zeker was of spelers wel of niet verhuurd mochten worden. Dus daarom heeft het iets langer geduurd. Maar stel dat het Patrick Joosten niet was geworden, dan hadden we echt wel een andere goede gehaald. Ja, ze waren wel te vinden, dit soort spelers. Nou, ja. Het einde van de transfermarkt, dan komen er ook nog heel veel spelers zeg maar, op de markt. En zelfs vanochtend zijn er nog een aantal prima buitenspelers aangeboden. Dus in dat opzicht, als je ze zelf niet meer vindt, dan vinden anderen ze wel voor jou. Nou, een tweede erbij zou ook niet gek zijn natuurlijk, maar het geld is op, denk ik. Nee, het gaat niet los van het geld. We hebben nu de selectie compleet. We willen niet te veel spelers. Ik denk ook dat... Dat nu de selectie op sterkte is, in kwaliteit, maar ook dat we misschien wel iets beter zijn dan vorig jaar. Hè? Iets meer creativiteit, misschien iets meer snelheid. Maar ook in de breedte, en dat zijn dingen die wil een trainer graag, maar die willen we natuurlijk met z'n allen ook graag. Dus we hebben nu een selectie die in staat moet zijn om gewoon in de Eredivisie te blijven. VVV staat na 3 wedstrijden 7e in de Eredivisie. Zaterdag komt de nummer 8 Heerenveen op bezoek. In april dit jaar stonden beide ploegen voor het laatst tegenover elkaar in de Kuil. De Vriezen wonnen toen met 0-2. VVV kende toen een slechte periode en wist voor de 10e opeenvolgende wedstrijd niet te winnen. Ja, en alhoewel ik nog steeds ook van mening ben dat die wedstrijd ook anders had kunnen lopen. Want volgens mij missen we bij 0-0 een penalty. En komen we heel ongelukkig achter in die wedstrijd. Dus dat was net zo'n wedstrijd waarin we de eerste 20 wedstrijden alles de goede kant op viel. Waarin het in die wedstrijd, vond ik, de verkeerde kant op viel. En dat was in de fase dat wij het heel zwaar hadden. Dat we veel blessures hadden. En ook de penalties misten. Dus dat was in een mindere fase van ons. Nou, ik denk dat we, als je nu kijkt, dat Heerenveen ook prima begonnen is. Een uitstekend elftal heeft. Goede overwinning bij Zwolle behaald heeft. Van de week zich toch teruggeknokt heeft tegen Feyenoord. Na 4-0 achterstand. Dus daar zit karakter in de ploeg. Er zit veel voetballend vermogen in de ploeg. En dat wordt een zware tegenstander. Maar ik vind dat wij van onszelf uit moeten gaan. Dat we bepaalde type spelers hebben. Bepaalde manier van spelen. Ja, daar moet je vertrouwen uithalen. Als je dat goed hebt gedaan in de voorbereiding. Wedstrijd hebt gewonnen bij Willem II. Tegen Ajax goed hebt gedaan. Nou, de tweede helft van Utrecht is daar ook weer een klinkend voorbeeld van. Dus ik vind dat er wel een stijgende lijn in zit in het elftal. Wat voor mij ook wel verklaarbaar is, omdat je met een aantal nieuwe jongens werkt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we tegen Heerenveen er weer zullen staan, zoals tegen Utrecht de tweede helft. Stijn beschikt tegen Heerenveen voor het eerst over een complete selectie. Dus ook spits Mlappa is inzetbaar. En dan is het hopen op dit soort acties van de Togolees. Hij weet waar ze zich gaan nemen. Daar dus. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leeman schuift hem heel rustig binnen. En VVV lijkt
En dan zit de wedstrijd erop en wint VVV van Feyenoord. Door een penalty van Leemans. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. En staat Maurice Stijn met VVV op voorsprong in Tilburg. En heel Eindhoven staat natuurlijk ook stil bij Lennart T. Wat een geweldige actie van hem. Hij is dus stamceldonor. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. Dit is de top 3 van VVV zoals die er nu uitziet. Deze week mag Jonathan Opoku een nieuw fragment in de top 3 zetten. Voor mij was dat de eerste basisplek vorig jaar. Dat was tegen Feyenoord. En dat was ook het jubileumwedstrijd natuurlijk voor VVV. Het is extra mooi. Helaas was ik er wel uit toen de goal werd gescoord. Maar dat was toch wel de penalty van Clint en de ontlading daarna dat je je Feyenoord thuis verslaat. Dus voor jou persoonlijk dat je die wedstrijd eigenlijk weer speelde? Ja, voor mezelf was het mijn basisdebuut in de Eredivisie. Ja, want fragment stond er ook al in als mooi resultaat natuurlijk. Winnen in de jubileumwedstrijd van Feyenoord hier thuis. Verder hadden we nog de goal van Danny Post tegen Willem II van dit seizoen. En het applaus voor Lennart T. In de 11e minuut in de wedstrijd PSV-VVV. Je moet er eentje wel uit gaan halen dat nu. Dat is nummer 1. Nummer 1 die eruit gaat. Dus de winst tegen Feyenoord die wisselen we in voor jouw debuut in de Eredivisie. Ja, precies. Basisdebuut in de Eredivisie. Nou mooi, dan zit hij er toch nog een beetje in de wedstrijd VVV Feyenoord. Ja. Bijzondere wedstrijd waarbij het 115-jarig bestaan van VVV ook wordt gevierd. Bijzonder shirt van VVV om dat 115-jarig bestaan te vieren. En er komt de landskampioen op bezoek. Kortom, het belooft een bijzondere middag te worden hier in Venlo. Dit is wel een kans. Opoku vond geen buitenspel. Misschien wel de beste kans van allemaal in de eerste helft. Maar Opoku raakt de bal nog niet eens half rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leemans schuift hem heel rustig binnen. En dan zit de wedstrijd erop. En wint VVV van Feyenoord. Door een penalty van Leemans. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.